Pittig. Ik voel nu wel dat ze dichtbij is. Senang sekali, senang. Anak udah hilang, bisa balik, bisa ketemu, bisa pelukan sama ibu ini. Ik ben André Kuik, ik ben 40 jaar. Ik ben geadopteerd door Nederlandse pleegouders. En vandaag ga ik mijn biologische familie weer ontmoeten. Ik heb het altijd goed gehad. Ja, nooit echt problemen gehad met de adoptie. Wel nieuwsgierig geweest van waar kom ik vandaan, op wie lijk ik, op mijn ouders, of op mijn vader of op mijn moeder. Heb ik nog broers of zussen? Totdat ik in 2013 voor het eerst weer terugging naar Indonesië. Toen begonnen bij mij wat dingen te spelen van ja, wie ben ik nu echt, waar liggen mijn roots. These 4 years, when we went searching, we didn't find any clue. Mijn ouders hebben ook altijd gezegd, wil jij teruggaan naar het land van herkomst, dan krijg je alle steun van ons en dan helpen we jou zover we daarmee kunnen. Dapat info dari orang-orang yang mungkin waktu itu yang pernah tinggal atau hidup dengan orang tuanya, jadi kami atau saya merasa yakin bahwa saya bisa menemukan itu. Kita ini nggak niat ngasih anak sama orang. Udah seminggu ibu lihat ke rumah sakit mau lihat anak lah, nggak bisa. Kita pulang terus kita ngomong lah sama suami, berantem lah. Anu mama ketemu anak kok ada cekat nggak iso. Terus suami terus nggak iso jawab. En hoe voel je je? Wel een beetje zenuwachtig hoor. Dus ja, ik heb wel lang naar uitgekeken. Ja. Ja, dat tiktok laat je hati nggak tidur semalam. Dat vind ik wel jammer, want maar goed, ik ga als ik bij thuiskomst probeer ik een cursus te volgen. Dan hoop ik gewoon te kunnen communiceren met de familie. Mijn ayah. Tuh, ayahnya gitu mukanya. Bajunya apa lagi? Aku ngomong Jawa, kamu ngomong cincoeng yang angin. I don't understand, but... Oh, I have to learn the Japanese... No.
anakku ranang tak bali, Mbak. Amin. Allah sik ngalingke ambi mak ibu. Biasanya anak wis ilang kan wis enggak iso ketemu ibu meneh.